Welkom bij Stug, het programma voor en door studenten. Vandaag maak je kennis met Nanou, misschien wel de leukste bartender van Groningen. Zie je Frank en Cortijn, twee deelnemers van het Groninger Studenten Cabaret Festival. En neemt Colin je mee naar Mallorca. Maar we beginnen met het studentennieuws. Dit is het Stug Studentenjournaal. Een team studenten van de RUG heeft de academische jaarprijs niet gewonnen. De prijs die bestemd is voor de onderzoekers die hun ingewikkelde resultaten het beste hebben vertaald naar het grote publiek, ging aan de neus van de Groningers voorbij. De Groningers onderzochten welke Nederlandse stad het meest verliefd is. Dit deden zij vanuit biologische, medische en psychologische hoek. Met dit prijsgeld van €100.000 wilden de liefhebbers het land intrekken met een interactieve expositie over liefde en seksualiteit. Wat we vooral willen is mensen laten zien hoe je nou onderzoek doet naar deze onderwerpen. Want het zijn natuurlijk hele persoonlijke emoties en dat is niet zoiets als wat mensen snel zien bij wetenschap. Maar ook deze onderwerpen zijn wetenschappelijk te onderzoeken. Het nieuwe bestuur van de KEI komt uit het ei. Goeie. Dit zijn ze dan. De 7 nieuwe bestuursleden van de stichting Commissie Eerstejaars Introductie. Jan Remmelt, Hilda, Jeroen, Inger, Tamar, Floris en Jurre. Deze toppertjes gaan hard aan de bak om in augustus dik 4000 nieuwe studentjes een onvergetelijke week voor te schotelen. Wat ik ervan verwacht, een zeer leerzaam jaar. Ook door hard te werken. Ik denk dat KEI wel echt een heel mooi bestuur is, omdat je zo ontzettend veel verantwoordelijkheid draagt. En we willen het natuurlijk weer groter aanpakken dan vorig jaar. Ik verwacht dat het gewoon echt geweldig gaat worden. Ja, wel een beetje gek hoor. Je bent natuurlijk een jaar bezig met de organisatie en we zaten hier elke dag met z'n 7. Dus dat is heel intensief. En dan is het wel echt gek als je straks weer je eigen weg gaat en iedereen weer zijn studie op gaat pakken. De Academische Centrale voor Lichamelijke Opvoeding, de ACLO, heeft een speciale aanbieding voor voetballiefhebbers. Je kan nu met je ACLO-pas voor maar €5 kaarten scoren voor FC Groningen tegen ADO Den Haag. Op dinsdag 30 oktober. Voor de eerste 75 aanmeldingen waren er kaarten voor de Business Lounge beschikbaar. Maar jullie luie honden zijn hier natuurlijk al te laat voor. Het initiatief voor deze actie is gekomen vanuit FC Groningen. Die wilden graag in hun doelgroep wat meer de student benadrukken. Voor bekerwedstrijden is het natuurlijk altijd lastig om een stadion helemaal vol te krijgen. Tot nu toe gaat de actie echt heel erg goed. En zijn we van beide kanten heel tevreden. Dus nou ja, dan is het afwachten of we ook een tweede keer zoiets zullen gaan doen. De intentie is er in ieder geval wel. Ik ben Bart Malief. 2 jaar geleden won ik de persoonlijkheidsprijs op het Groninger Studenten Cabaret Festival. De komende weken stel ik je de deelnemers van dit jaar voor. De voorbereidingen op het Groninger Studenten Cabaret Festival zijn in volle gang. De deelnemers toeren op dit moment door het land om een show scherp te krijgen. Bart zocht de deelnemers op tijdens een try-out weekend in Den Haag. In deze aflevering praat hij met Frank, een student psychologie uit Beverwijk en een stand-up comedy tijger. Wanneer stond je voor de eerste keer als cabaretier op het podium? Middelbare school, op mijn 16e moest ik op een gegeven moment van CKV-docent. Moesten we iets kunstzinnigs doen. En ik luisterde heel veel cabaret. Toen dacht ik, nou, ik ga een cabaretstukje maken. Toen kreeg ik een 10. Goedenavond Den Haag! Ah, kijk eens even. Ja, nou, jullie kunnen heel goed een enorm publiek nadoen. Dat vind ik lekker. Ik denk toch van, dat is toch de organisatie die komt uit Groningen. Misschien hebben ze een open event op Facebook van gemaakt, maar denk het niet. Hoe voel jij je vlak voordat je het podium opgaat? Ja, gespannen. Waarom ben je gespannen, denk ik? Omdat ik dingen doe die buiten mijn comfortzone liggen. Ja, waarom ga je überhaupt het podium op? Als het lukt, dat is echt, nou, dat is summum. Dat is... mooiste vrouwen van de kroeg scoren. Adrenaline kick, dat is echt gaaf. Weet je, dan zit je gewoon een televisieprogramma te kijken tot 11:30 s'nachts of zo. En dan schijnt er een meisje in beeld, topless, die een beetje met haar eigen borsten zit te spelen. Zo van, hallo lekkere kerels van Nederland. Hebben jullie zin in een spannende date met mij? En daarna misschien wel meer? Bel me op 0906-0882. Bel me. Denk ook van zo. Fucking wanhopig. Oké, je staat straks voor 750 man. Hoe denk je dat dat voelt? Wat voor spanning dat soort mensen meebrengen? Het lijkt me heel lekker, heel leuk. Ik vind, hoe meer man je speelt, ja, hoe makkelijker het eigenlijk wordt. Die drie dates waarmee je op pad moet en maar meepraat van, oh ja, hou je van experimentele dans? Nee, ik hou ook van experimentele dans. Hou je van Hugh Grant? Dat meen je niet. Ik ben dol op Hugh Grant. Laten we samen jou thuis een Hugh Grant filmmarathon houden. En dan zit je bij haar thuis en dan weet je, het is een vrouw met een kat. En je weet, vrouw met een kat, ja, dan moet je altijd eerst indruk maken op de kat, dan kom je pas bij het baasje. Dus als de katje niet mag, kan je het vergeten. Hè? Dus moet je helemaal naar een dierenspeciaalzaak om een kattensnoepje te kopen, om in je broekzak te stoppen, zodat die kat een beetje op je schoot komt zitten van ja, nee, vind me wel lief. Maar s'avonds, als je weer terugkomt en gooit al je kleren in de wasmachine en haalt ze de volgende ochtend weer uit, dan vergeet je dat je het stuk kattensnoepje in je broekzak had gestopt en ruikt al je kleren een heel klein beetje naar kattenvoer. Een heel klein beetje, dat ruikt jij niet, maar alle katten wel! Dus de komende 3 dagen over waar je rondloopt, word je zoals een kattenvanger van Hamelen, loop je rond. En alleen maar om je penis in een vagina heen en weer te krijgen. Vrouwen, zelfde resultaat, hoeven alleen maar dit te doen. Ja? Zometeen praat Bart met een andere grappenmaker. De student radiotherapie Cortijn. Wie wordt de leukste bartender van Groningen? Ik ben Nanou Eriksson en ik werk al 2,5 jaar in de Warhol. Mijn specialiteit is dat ik altijd probeer een leuke avond van te maken. Of dat nou is met een goed gesprek of met een paar pittige shotjes. Ik ben de leukste bartender omdat ik altijd mezelf blijf en ik denk dat dat wel gewaardeerd wordt. Wil jij dat Nanou van de Warhol de leukste bartender van Groningen wordt? Ga naar leukstebartender.nl en stem op jouw favoriet. Dus stem op mij. Wist je dat alcohol schadelijker is dan roken? Echt? Nee, dat wist ik ook niet. Nou, ik wist het niet, maar ik was er wel van uitgegaan. Nou, ik vind het best wel shocking. Ja, dat klinkt wel eng. Dat heb ik gelezen en dat komt uit een Duits onderzoek. Klinkt best betrouwbaar, of niet? Als je 100 kilo boter eet, lijkt me ook niet echt gezond voor je. Ja, dat had ik wel verwacht. Ja. Ik hou wel van alcohol. Vrouwen sterven eerder door extreem drankgebruik. Ja, klinkt ook wel een beetje logisch. Vrouwen zijn toch ook altijd eerder dronken en die zijn vaak iets slanker. En dan gaat het wat sneller. Vervelend voor die vrouwen dan. Nou, vrouwen kunnen niet tegen drank. Ja, dat zou ik niet kunnen verklaren zo, 1, 2, 3. Nou, ik hoop dat vrouwen dit horen en op zullen letten dat ze voorzichtig aan doen met drank. Ja, je weet toch dat het slecht voor je is? Nee, ik snap niet waarom vrouwen sneller zouden gaan. Ah, nee, ik heb geen idee. Ja, maar over het algemeen denk ik dat mannen meer drinken, denk ik. Oké, dankjewel voor deze informatie, zou ik zeggen. Comedian Bart ging de afgelopen weken alle deelnemers van het Groninger Studenten Cabaret Festival af. En dit is de laatste in de reeks. Cortijn Tonkes, student radiotherapie. Doek gaat open, straks in de Schouwburg. 750 man zit daar. Cortijn komt oplopen. Wat kunnen mensen verwachten? Het is een persoonlijk verhaal hoe ik in het leven sta en om me heen kijk. Dus het gaat over een man die wat krampachtig is, wat angstig is, dingen eng vindt en heel erg nadenkt over kleine dingetjes die om hem heen gebeuren. En je ziet hem op het podium eigenlijk een beetje struggelen met die kleine dingetjes en hoe moet dat nou en wat moet ik nou zeggen en wat wordt nu van mij verwacht wat ik doe. En... Maar die mannen ben jij of is dat een facet? Nou, voor een deel ben ik het wel, maar als ik aan het schrijven ben dan haal ik het wel los van elkaar. Zodat ik ook wat ongeremder kan zijn en wat dingen kan verzinnen. Ja, en laatst was ik gewoon de krant aan het lezen, niks vermoedend. En toen zag ik een artikeltje staan en daarin stonden alle lichaamseisen waar modellen aan moeten voldoen, stonden heel mooi onder elkaar in een schemaatje. En ik heb helemaal geen plannen of zo op dat gebied. Ik vind dit echt heel leuk om te doen. Maar ik dacht toch, laat ik eens even kijken. Dus ik pak dat lijstje erbij, ik loop dat een beetje na zo. En wat blijkt nu? Ik heb exact de juiste lichaamsmaten om een topmodel te kunnen worden. Stel, je wint het festival, alles gaat helemaal goed, impresariaten kloppen voor de deur, overal vol. Ben je dan bereid of in staat om je opleiding aan de kant te zetten en dan volledig voor cabaret te gaan? Of denk je, nou, ik wil toch datgene waarvoor ik studeer ook wel gaan doen en daar ook goed in worden? Ik wil hetgene waarvoor ik studeer wel echt gaan doen. En ik vind het ook wel heel fijn om dat er nu bij te hebben. Ik zou daar niet zo gauw mijn opleiding voor stoppen. Nee, oké, maar als het nu binnen nu en 4 jaar, stel over 4 jaar, je hebt de opleiding af. Ja. En je kunt kiezen of ik ga de bestralingspraktijk in, of ik ga professioneel cabaretier worden. Wat zou je dan kiezen? Ik heb eigenlijk geen flauw idee. Ik wou het namelijk uitmaken met mijn vriendin, maar dat is niet gelukt. En dat vond ik heel gek, want het was helemaal niet mijn bedoeling om een discussie of zo te starten of een ruzie of zo. Dus heb ik het ook niet gezegd, weet je wel. Ik zei gewoon, ik verbreek deze relatie. Nou, toen zei, ach tuurlijk niet, dat is even normaal man. Dus ja. Denk je ver te komen? Heb je kans om te winnen? Geen idee. Kans is er altijd, denk ik. En ik vind het belangrijkste dat ik aan mijn eigen doelen voldoe. En dat ik gewoon goed speel. En als ik een heel mooi optreden heb gegeven en mensen na afloop vinden het leuk, dan hoef ik niet eens per se te winnen als er maar een mooi half uur uitkomt. Dat vind ik wel belangrijk. Okay. Ik zou het wel vervelend vinden als ik een half uur op het podium sta, dat mensen het echt vervelend vonden om naar mij te kijken. Dat zou ik echt jammer vinden. Als mensen een leuke avond hebben, dan ben ik ook blij. En wil je meer zien van deze cabaretiers? Kom dan 31 oktober of 1 november naar de halve finales in de Stadsschouwburg in Groningen of 2 november naar de finales. Stug laat zien waar jij goedkoop op vakantie kan. Want een leuke vakantie hoeft niet meer te kosten dan een maatje stufie. Vorige week zag je hoe Colin het naar zijn zin maakte op Mallorca. Het eilandje aan de Middellandse Zee, ten westen van het Spaanse vasteland. Zo hobbelde hij lekker op een knol en bezocht hij het stadje Soller. Met een prachtig antiek tremmetje ging hij naar de haven, Port de Soller, en daar viel niet bijster veel te beleven. Maar vandaag stapt Colin weer vol goede moed de auto in. Wij zijn onderweg naar Sant Elm, het meest zuidwestelijke stukje van Mallorca. Van daaruit gaan we een boot naar een onbewoond eiland. We rijden ongeveer 3 kwartier vanuit Ca'n Pastilla, dus ik denk dat we er bijna zijn. Dit is Sant Elm, een klein schilderachtig vissersdorpje in de gemeente Andratx. In vergelijking met andere kustplaatsen van Mallorca is het er niet heel toeristisch. En dat terwijl Sant Elm het grootste zandstrand van de regio heeft. Es Caput is 125 meter lang en 30 meter breed. Natuurlijk vind je er ook souvenirshops en terrasjes. Hier achter mij zie je hem al liggen, Sa Dragonera, een onbewoond eiland, een natuurpark. Het ziet er prachtig uit van de vier. Ik ben benieuwd hoe het eruit ziet van dichtbij. Ik zoek een bootje op. Het eiland Sa Dragonera is nog geen 3 vierkante kilometer groot en behoort tot de eilandengroep de Balearen. 17 jaar geleden is het Drakeneilandje een beschermd natuurpark geworden. Er waren toentertijd plannen om een recreatieoord van het eiland te maken, waarop milieuactivisten de boel bezetten. Met succes dus. En het mooie is dat het hier dus niet heel erg toeristisch is. Je wordt niet onder de voet gelopen door Duitsers of Engelsen of Nederlanders. Je kan rustig rondstruinen en genieten van de vrije natuur en het prachtige uitzicht. tikt hij vandaag gedis op dit eiland. Ontzettend veel. Het zijn ontzettend mooie beestjes. Woep, en weg zijn ze weer. Het zijn er zoveel. Het is echt prachtig. Ze zijn super nieuwsgierig. Komen de hele tijd om je heen en proberen in je tas te kruipen. Een soort aapjes in de apenhul. Het zou zo leuk zijn als eentje wil blijven zitten, hè, terwijl ik dit praatje houd. Het is hier snikheet, dus ik ga even afkoelen in de zee en ik ben benieuwd of het hier onder water net zo mooi is als boven water. Ja, ik ga snorkelen. Ik weet niet. Zal ik maar gewoon gaan doen? Wanneer je met je huurbakkie langs de kust cruist, kom je per ongeluk op de mooiste plekken van het eiland. Je kan je vakantie plannen zoals je wilt, maar dit soort uitzichten zijn gewoon cadeautjes. Onbegrijpelijk mooi is dit, man. Ik kan niet bevatten hoe mooi dit is. Ook als de avond is gevallen is er van alles te doen op de meest toeristische plekken van Mallorca. Zoals ook hier in Ca'n Pastilla is voor ieder wat wils. Hello, can I have something to eat maybe here? Yes, of course. Where are you from? From Holland. Potverdorie, wat wil jij, meneer? Oh, we spreken Nederlands. Klein weeltje. Oh, hoe komt dat? Vanwege de toeristen hier zeker? Nee, veel praten met veel dames van Hollanda. Veel praten met veel dames uit Nederland? Met de mooie dames. Heel goed man. Hey, wat heb jij te eten dan hier? Even kijken. Kom, bitterballen en frikandel. Bitterballen, frikandellen? Alles. Doe mij maar bitterballen. Bitterballen. Een broodje kroket. En een patatje mayo. Nou, patat speciaal. Patat speciaal. Beter, veel beter. Dat is ook goed. Dan kan ik gaan zitten ergens? Ja, kijk eens, hier. Oké, dankjewel. Graag gedaan, meneer. Oké. Mallorca staat bekend als een pauperig toeristisch feesteiland. Maar ik heb vooral de andere kant gezien. De binnenlanden zijn prachtig en het gehalte Duitsers, Engelsen en Nederlanders valt er ook nog mee. Het is dus een eiland met twee gezichten. Stiekem vind ik ze allebei wel leuk. Lijkt Mallorca jou ook de moeite waard? Even de boel op een rijtje. Een retourtje Groningen-Mallorca doe je vanaf €24. Een auto huren is een must als je wat van het eiland wilt zien. Maar daar tik je wel €50 per dag vooraf. En een hotelletje pak je voor €23 per nacht. Een ritje op een paard maak je voor €15. Een boottochtje naar het natuurparkeiland maak je €11 lichter. Het antieke trammetje is modern geprijsd. €5 per ritje. Tel daar zo'n €40 per dag aan eten en drinken bij op. En je blijft rond de €370. En dat is meer dan de basisbeurs, maar dan moet je maar wat bijlenen. Dames en heren, let op. Dit is geen grap. Dit is een spelletje. En je laatste kans op 2 gratis vliegtickets. Geef antwoord op de volgende vraag. Op wat voor soort eiland is Colin? A. Bewoond eiland. B. Kookeiland. C. Onbewoond eiland. Like Stug op Facebook en geef het juiste antwoord. En win die vliegtickets, gassies.